Epoch Magazine nummer 9. Net verschenen. Dit is het derde van een reeks die bij elkaar hoort. Na de nummers over Neo-Nederland en Nee-DDR-land volgt dit nummer, waarin we de hele actualiteit over het coronavirus en het machtsvirus naar een niveau hoger tillen. De vraag over onszelf en de wereld. Kortom, de vraag naar ons paradijs. Het paradijs is van oudsher de plek die ons beschermt tegen natuurkracht, maar ook tegen staatsmacht. De twee grootmachten waar we in onze tijd mee te maken hebben. In dit nummer keren we onder andere met documentairemaker Marijn Poels terug naar Eden. De titel van zijn derde deel van de trilogie over klimaat, natuur en mens. En dat verschijnt ook in september. Daarnaast staan er essays in over landschap, de tuin en het paradijs van auteurs als onder andere David Engels, Oswald Spengler, Erik van Goor, mijzelf en vele anderen. De criminalisering van de burger door natuur- en staatsgeweld te gebruiken werpt ons terug op onszelf. En dat doen we in stijl. Met een van de mooiste, zo niet het mooiste en een van de meest relevante en actuele Epoch-nummers die we tot nu toe gemaakt hebben. Wie zich nu abonneert op Epoch, begint niet alleen met dit nummer, maar ontvangt daarbij gratis onze heruitgegeven klassieker Het Paradijs op Aarde. Van Henri Baudet, inderdaad, de grootvader van. Een schitterend boek over dezelfde thematiek, verschenen in hard, half linnen kaft met leeslint. En dat is een echt pareltje. Good morning, the Netherlands. This is your favorite vlogger coming from West Friesland, bringing you the latest in Crazy Town. Nee, ik ga gewoon weer opnieuw beginnen. Zo. Dit helpt als ik dat doe. Dan begint het gewoon wat natuurlijker allemaal. En niet zo heel erg alsof ik een nieuwslezeres ben. Goedemorgen, zal ik maar even zeggen eerst. Of middag, of avond, of nacht. Heel erg fijn dat jullie weer kijken of luisteren. Je kunt ook de podcastvorm luisteren, zeg je dat? Via Spotify tegenwoordig. Blue Tiger heeft ook een Spotify-account nu. Dus dan kun je lekker in de camper of in de auto of bij het koken gewoon even meeluisteren. Dan pik je toch nog even wat mee, terwijl je jezelf nuttig maakt. En voor de kijkers... Ah, het zonnetje komt nu door. Dat is toch ook mooi. Dat is toch mooi, jongens. Op deze verder nogal stormachtige herfstdag. Ik hou heel erg van herfst. Waar was ik? De hele oplettende kijker zal zien dat ik vandaag geen foute trui aan heb. Ik kreeg vorige week nogal wat reacties over mijn kledingkeuze. Sietske, weet je dan niet dat Nike heel fout is? Dat is een fout bedrijf. Dat is een trui van... Die Nike-trui is al heel oud. En ik moet wel toegeven dat ik niet altijd even fashionable ben. Daar ga ik trouwens binnenkort even wat aan doen. Dat horen jullie en zien jullie allemaal nog wel een keer. Maar in ieder geval, ik heb maar wat anders aangetrokken. Ik denk dat dit wel mag, toch? Ik denk dat dit niet fout is. Ik heb niet, er is geen kinderarbeid aan vooraf gegaan. En er hoort ook geen hijab bij dit truitje. Ja, mensen, actiereactie. Ik hou heel erg van een beetje engage met mijn publiek. Dus zo zie je, je kunt van alles beïnvloeden in mijn vlog. Van kleding tot mening. Nee, dat niet echt. Jullie denken natuurlijk, want ik was gisteren nog bij het FVD-journaal. Nu zit ik alweer hier. Hoe doet ze dat allemaal? Maar als ik iets heb geleerd de afgelopen jaren, behalve dat je soms twee stappen vooruit doet en dan weer eentje terug, is dat je gewoon moet beginnen. Je moet gewoon beginnen met dingen doen. En het is ontzettend leuk om te zien dat iets werkt en groeit en ontstaat. En zeker als je echt ver weg kan blijven van de aanpassingen die iedereen nu aan het doen is om maar mee te mogen praten enzovoort. Het is helemaal niet nodig. Je hoeft het allemaal helemaal niet te doen. Je moet gewoon aantekeningen hebben. Kijk, ik heb ook aantekeningen, net als Famke. Mensen als ik hebben ook aantekeningen, weet je. Dat moet wel. Deze vijandige wereld. Als jullie denken, waarom, dat zal ik maar even zeggen, als ik af en toe zo zit te kijken, is het niet omdat er iets leukers aan de hand is aan de linkerkant. Want ik wil met jullie praten. Maar dat is omdat ik even moet checken af en toe of mijn microfoon nog loopt. Vorige keer viel die na een paar minuten uit. En daar kwam ik pas later achter. Dus kon ik uiteindelijk niet editen met beter geluid. En ik hoop dat het nu wel lukt. En ik beloof wel dat ik met die twee stappen voor, één stap terug,
die ik een beetje heb met dit werk, zeg maar, met dit vloggen, dat ik dat uiteindelijk naar echt meer een echt, dat het echt goed werkt. En dat ik geen aantekeningen meer nodig heb. Net als Famke Louise, die had aantekeningen nodig bij Jinek. Hoe verdedig je tegen bad faith actors die helemaal niet willen horen wat je echt te zeggen hebt, maar je eigenlijk in een soort moeras willen trekken van verwijten en afleidingsmanoeuvres. Wat ingewikkeld alweer. Ik wilde eigenlijk gewoon een beetje luchtig beginnen. Niet echt gelukt. Ik ga het vandaag met jullie hebben over gekwetste bestuurders. Ik wil het nog heel even hebben over de Hollandse mediocratie van het meedoen. De relatie tussen die twee dingen en een beetje wat zo al opkomt. Jullie mogen trouwens ook altijd even wat suggesties voor onderwerpen doen. Vind ik ook hartstikke leuk. Want ja, het is ook een beetje een gezamenlijk projectje, toch? Mensen, even terug naar de inhoud, hè. Gekwetste bestuurders. Ja, daar wilde ik het over hebben. Die met name dus Hugo de Jonge, Femke Halsema, Abu Taleb. Maar eigenlijk zie ik het veel vaker gebeuren. Carola Schouten heeft daar ook een handje van. Op het moment dat zij weerstand krijgt van boeren of andere organisaties en clubs, dat zij dan rechtsomkeerd maakt, niet meer wil praten, gekwetst is, teleurgesteld is, woorden van gelijke strekking. Die zie je heel vaak dat die geuit worden en overgenomen worden door kranten en door journaals. En daaruit komt een beeld naar voren van dus bestuurders, verantwoordelijken in onze overheid, die op basis van persoonlijke grieven hun streep in het zand trekken. Wat is er aan de hand met onze bestuurders, mensen? Ze zijn voortdurend gekwetst, gepijnigd, teleurgesteld, boos, beledigd door het volk. Je zag Hugo de Jonge bij Eva Jinek zitten. Volgens mij was het alweer een tijdje geleden, maar ik zag die beelden vorige week, waarin hij kan klagen over bedreigingen en hoe moeilijk het is. Het was ook vooral de reactie van de tafel eromheen, waarin heel erg werd meegeleefd met de gevoelens van onze minister van Volksgezondheid. Want wat was het allemaal toch vooral zwaar voor hem, dat hij in deze moeilijke crisis, waarin hij toch absoluut wil dat iedereen meedoet, waarover straks meer, eigenlijk geen bewondering krijgt en steun van het volk. Wat ontzettend teleurstellend allemaal. En dan hadden we nog de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, die heel erg teleurgesteld was in de studenten. Teleurgesteld, of in ieder geval bedroefd, was volgens mij het woord wat hij gebruikte. Hij was heel erg bedroefd. Nou ja, de beroepsklager, slachtoffer, bestuurder is natuurlijk Femke Halsema, die alle kritiek die zij krijgt, of het nou gaat over die kwestie met haar zoon, die toen een wapen zou hebben gehad. Of het nou gaat over de protesten op de Dam, of het nou gaat over haar beleid in Amsterdam in het algemeen. Zij ziet altijd elke kritiek als een seksistische aanval op haar persoon. Het gaat nooit eens over haar. Het gaat nooit eens om positief. Ze staat nooit eens een keer in positief daglicht. Wat willen mensen toch van mij? Dat hele sentimentalisme van dat het gevoel bepalend moet zijn voor de richting of zo. Dat zelfbeklag van mensen die hun functie niet kunnen scheiden van hun persoon. Dat is wel iets van deze tijd. Je ziet het eigenlijk overal wel gebeuren. Misschien alleen dat Rutte dat niet zo heel erg doet. Maar die heeft dan ook verder geen persoonlijk leven natuurlijk. Het is natuurlijk extreem defensief om andere mensen de schuld te geven van een gevoel wat jij hebt gekregen. Dat is niet heel professioneel, want het is subjectief. En als iets subjectief is, dan kun je daar als volk natuurlijk ook niet zo heel veel aan doen. Behalve dan nog meer proberen om de leiders te behagen. Maar wanneer is het dan genoeg? Wanneer is Femke Halsema tevreden met de mensen van de stad? Het doet me een beetje denken aan ouders die dan heel erg teleurgesteld en gekwetst zijn als hun kind iets doet wat zij niet willen. Weet je wel? En dat ze dan hopen dat die teleurstelling het gedrag verandert. Het is een vreselijke luie manier van tegenover onderdanen staan, of hè, dus kinderen of onderdanen of het volk. Of het is onvolwassen. Maar ik denk dat het helaas, omdat het gebeurt, blijkbaar ook heel functioneel is in deze tijd om zo te communiceren. Mensen vallen daarvoor. Nederlanders zijn ook gewoon een beetje gek wat dat betreft. Oh nee, laten we inderdaad niet Rutte beledigen, want dat is zo zielig. Hij heeft het al zo zwaar. Hij moet het hele land van het virus redden. Dan mogen we niet zomaar dingen zeggen die hem kunnen kwetsen. Het is zeer onwenselijk dat burgers in een rechtsstaat, de rechtsstaat, laten we hem er even op papier bijpakken, hè, want ik zie hem niet echt, maar hij bestaat officieel nog. Burgers in een rechtsstaat
zouden geen rekening moeten hoeven houden met de gevoelens van de bestuurders, maar mogen juist bestuurders op een hele ongevoelige en kwetsende manier aanspreken op beleid wat het volk niet wil. Wat in ieder geval in strijd is met het, in ieder geval in strijd is met het sociale contract. Het sociale contract is eigenlijk dus dat we een grondwet hebben en daarin staat duidelijk aangegeven wat onze rechten zijn. En nu zie je dat het sociale contract zogenaamd ineens gaat over allerlei plichten die wij hebben. Blijkbaar is er een communicatie op gang gekomen tussen burgers en overheden, waarin wij ons laten kleineren als kleine kinderen, laten positioneren in een soort rol van: ik wil dat papa en mama mij aardig vinden, want ze zijn nu teleurgesteld in mij. Rechten moet je tegenwoordig in Nederland verdienen. Zoals Hugo de Jonge ook begon over dat de vrijheid verdiend kan worden op het moment dat we het vaccin nemen. Dat is trouwens het enige keren dat je het woord vrijheid terug ziet komen in de communicatie, hè? Zoals het vaccin aan bod komt. Nu we het toch weer over meedoen hebben, wie doen hier eigenlijk vooral niet mee? Wie hebben hier eigenlijk een breuk met het sociale contract gelegd? Hoe zeg je dat? Dat is de overheid, dat zijn Rutte en het kabinet en dat is de EU en de mensen daar die in feite eenzijdig hebben opgezegd wat wij samen ooit overeenkwamen, namelijk een grondwet, niet eens een Europese grondwet, maar in ieder geval een grondwet en nog wat verdragen, maar daar waren we ook niet vaak ook niet bij als burger. Maar wel de grondwet. En daarin staat gewoon dat we vrijheid van vergadering hebben, van demonstratie hebben, dat wij een bepaalde recht hebben op integriteit van ons lichaam. Dus dat we niet gedwongen kunnen worden tot bepaalde behandelingen, tot opnames, tot opsluiting, tot vrijheidsberoving enzovoort. Kun je nog afvragen van ja, wat betekent dat concreet? Wat betekent deze rechten concreet? Er zijn natuurlijk altijd gevallen waarin je een inbreuk mag maken op rechten. Maar de focus ligt nu extreem op, of wordt in ieder geval gezocht, bij het hebben van plichten. We hebben plichten gekregen als burger om het virus te bestrijden. En die rechten worden dus opgeschort. Dat is een breken met het sociale contract. Het contract eigenlijk opzeggen. Dat is gewoon zeggen van: hier contract, weg contract. En nu gaan jullie rekening houden met onze gevoelens. De Hollandse mediocratie van het meedoen, dus het opzoeken van het grootste gemiddelde eigenlijk in waar we het over eens zijn, is in deze tijd een enorme bron juist van verdeeldheid. Want normaal gesproken is meedoen komt voort uit best practice, zou je kunnen zeggen. Mensen doen mee aan dingen die werken. Het heeft zin wat je doet en het heeft nog meer zin als je het samen doet. Dat is wat meedoen betekent. Hè? Of je kunt niet 17 miljoen mensen hebben die allemaal een andere richting uitlopen. Natuurlijk is meedoen belangrijk. Maar als er zo'n nadruk ligt op meedoen, is dat vaak een teken dat je mensen dus niet op een andere manier meekrijgt. Dus dan ben je eigenlijk aan het overtuigen zonder dat je iets hebt wat overtuigt. Wat je Femke Halsema dus ook nooit ziet doen, is boven de emoties staan en boven het conflict staan wat parallel loopt eigenlijk aan hun taak. Maar goed, de gekwetste bestuurder, dat zat een beetje in mijn hoofd de afgelopen dagen. Misschien is het nog niet de gedachte nog niet helemaal af over wat voor implicaties dat eigenlijk allemaal heeft. En misschien overdrijf ik en is het gewoon iets typisch Nederlands wat eigenlijk altijd al zo geweest is. Het zou best wel kunnen. Maar toch denk ik dat we heel erg moeten oppassen voor de tirannie van de emoties en de tirannie van het sentimentele. Want daar komt niks goeds van. Ik ga maar eens even kijken wat er op Twitter nog te doen is vandaag. Eventjes. En ik moet nog een artikel schrijven. Heel veel sterkte en een heel fijn weekend allemaal. En ik hoop dat we elkaar weer hier zien over een paar dagen, een week. Wie zal het zeggen? Ciao.
We'll be right back.
Thank you.